Ik blijf altijd studeren. En dat is iets wat ik ook wel van Leonardo da Vinci heb geleerd. Altijd studeren. Nooit te oud om te leren. Op het moment dat ik dan in een schetsboek merk dat ik zover ben, dan komt er een moment dat ik het ook op losse vellen durf. En dat is dan wat je daar ziet. Mijn doel is iedere keer weer doorgronden van het dier, tekenend. Jan van der Kooi, een begenadigd schilder en tekenaar. Hij tekent al van kinds af aan. Vooral dieren, maar ook landschappen en portretten, zoals hier te zien is in versnelde beelden van een door hem gegeven masterclass bij Studio 76. Bijzonder is dat Van der Kooi tijdens zijn loopbaan al zijn schetsboeken heeft bewaard. Het zijn er inmiddels meer dan 100. En elk boek is anders in lengte, breedte en dikte. Dit om zichzelf steeds opnieuw te verhouden tot de afmetingen en zo te voorkomen dat hij lui wordt, zo zegt hij zelf. Van der Kooi bewaart de schetsboeken al sinds zijn 14e levensjaar. Dus vanaf mijn 14e jaar tot nu kun je mijn hele artistieke ontwikkeling volgen. Ook nu nog, op 55-jarige leeftijd, probeert Van der Kooi zich elke dag te ontwikkelen als kunstenaar. Hij doet dat door te blijven studeren. Tekenen begint voor Van der Kooi met studie. Door dat allemaal wel te doen, krijg je op een gegeven moment de architectuur van de schedel krijg je in de vingers. Nou, als je de architectuur van de schedel in je vingers hebt, dan is het ook heel makkelijk om via een transparantje en een zwart-wit foto de schedel daarin te projecteren. Het bestuderen van dieren doet hij tot in detail. In zijn atelier heeft hij verschillende schedels en preparaten. Ook woont hij bij de faculteit diergeneeskunde in Utrecht anatomische secties bij om verschillende dieren tot in detail te kunnen bestuderen. Als hij na zijn studie inzicht heeft gekregen in de dieren die hij tekent, ontstaat verwondering. Pas van daaruit kan hij de dieren echt gaan verbeelden en komt hij tot een definitieve tekening op grote losse vellen papier. Van der Kooi doorloopt dus een duidelijk vijfstappenplan. Eerst studie, waardoor hij begrip en inzicht krijgt, dan ontstaat verwondering en uiteindelijk komt de verbeelding in de definitieve tekening. Het is een lang proces en het getuigt van een werkdrift die Van der Kooi zelf gekscherend maniakaal noemt. Maar het is de enige manier waarop hij het kan. Van der Kooi tekent in de traditie van de oude meesters. Zijn stijl en gebruik van materialen als krijt, houtskool en gewassen inkt doet denken aan Leonardo da Vinci, Rembrandt of Albert Cuyp. Van der Kooi ziet zichzelf min of meer als een leerling van da Vinci. Leonardo da Vinci is de meester. Maar de leerling wordt beter dan de meester? Ja, dat is een uitspraak van da Vinci. Da Vinci die zegt het is een slechte leerling die zijn leermeester niet overtreft. Maar dat is uit mijn mond gewoon ijdeltuiterij. En als je zegt hoe verhoudt jouw werk, dan is het alleen maar dat ik met grote eerbied kennis neem van zijn werk. Ik word getriggerd door de ruimtelijkheid van het landschap. Maar wat zie je dan? Diepte. Van der Kooi legt verschillende landschappen vast. Licht donker. Zo tekent hij het vlakke Nederlandse land, maar ook bergen en heuvels in Nepal of Toscane. Ik hou ook erg van tegenlicht tekenen. Zijn Hollandse landschappen doen denken aan de tekeningen van oude meesters, zoals die van Rembrandt. Van der Kooi is zich daarvan bewust, maar zegt hierover dat hij al tekende voordat hij tekenles kreeg en het barokken al in zijn handschrift zat nog voordat hij werd ondergedompeld in de kunstgeschiedenis. Net als Rembrandt tekent Van der Kooi los en snel, maar wel met een eigen toets. Zijn tekeningen staan duidelijk in een traditie en zijn klassiek van aard, maar vol licht en eigentijds van karakter. Zoals Duparc, de oud-directeur van het Mauritshuis, omschrijft in de inleiding van het boek dat naar aanleiding van de tentoonstelling is uitgegeven.
Van der Kooi maakt vaak gebruik van de gewassen inkttechniek. En dat zorgt volgens de kunstenaar altijd voor verrassingen. Van der Kooi tekent vanuit zijn gevoel en werkt naar zijn ingevingen. Ik zeg wel eens, ik geloof in de influistering. Ik word 's ochtends wakker en ik denk, waar heb ik vandaag zin in? Nou, ik heb zin om een bevroren raam te schilderen omdat het winter is. Of ik heb zin om gondels in tegenlicht op het kanaal Grande in Venetië te tekenen. Nou, ik heb ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik een gezin heb dat me dat ook mogelijk maakt. Als ik tegen mijn vrouw zeg, vind je het goed dat ik over 2 dagen naar Venetië ga? Dan is het vrijwel altijd goed. Er moeten natuurlijk wat praktische dingen geregeld worden. Maar wat dat betreft heb ik dus een fantastisch leven. Ik kan eigenlijk doen waar ik zin in krijg. Jan van der Kooi is vaak te vinden in dierentuinen en bij de roofdierenopvang Pantera in het Friese dorp Olderbekoop. Hier is hij soms dagen achter elkaar aan het werk. Ik probeer altijd in mijn gedrag en soms ook in geluiden, probeer ik contact te maken. Waarom is dat belangrijk? Zoveel mogelijk over het dier te weten te komen. Eerst kon ik een tijger tekenen. Na verloop van tijd lukte het me ook om een ondersoort te tekenen. Bijvoorbeeld de Sumatraanse tijger. En toen na heel veel tekenen en heel veel weken verder wisten de verzorgers hier aan te geven welke tijger ik getekend had. Toen bleek er ook nog een portret te zijn. Jan van der Kooi. Hij tekent omdat hij niet anders kan. En zoals hij er zelf aan toevoegt, omdat hij niets anders kan. Geboren met een talent dat hem ver heeft gebracht. Maar dat hij in de traditie van de oude meester mooi weet te relativeren. Om nog even met Leonardo da Vinci te spreken. Die zegt, tekenen is slechts het bevuilen van het papier op de juiste plek. Ja, zo is het ook. Mooie uitspraak. Ja, prachtige uitspraak. Ja.